2, stop 2. Het is nu iets over 8:30. We gaan ons opmaken voor de laatste grote verplaatsing in Myanmar. We gaan van Yangshui naar Mandalay. Ongeveer 7 uur met deze luxe bus. Bijna elke jongen heeft een stuk in hun haar laten blonderen. Soms is het mooi, soms niet. Smakelijk eten. Makkelijk. Op reisdagen als vandaag vind ik het heerlijk om naar muziek te luisteren en het landschap aan mij voorbij te laten trekken. Kensington, Kings of Leon, U2. Daarover gesproken, in 2000 kwam het album All That You Can't Leave Behind uit van U2. En als je dat toen het land Myanmar probeerde binnen te krijgen, riskeerde je een gevangenisstraf tot wel 20 jaar. Dat had allemaal te maken met het vierde liedje op dat album, Walk On. Bono schreef dit liedje om Aung San Suu Kyi, die toen nog in huisarrest zat, een hart onder de riem te steken. Maar ook om aandacht te vragen voor de mensenrechten situatie in Myanmar. Ik hoop dat het nu een beetje anders is. En anders hoop ik dat de vrienden van Vlog 13 een goed woordje voor me zullen doen. Even los van het rijgedrag van deze katkauwende Max Verstappen, zijn we blij. Ik ben blij dat hij ons bij het hotel heeft afgezet in deze toch wat chaotische stad. Royal Pearl Hotel.
Benieuwd wat we geboekt hebben gisteravond. Here you book only one night, so you want to stay one more night? Maybe not. If you like it, please stay long. In de recensie stond dat het personeel heel erg vriendelijk is. Nou, de eerste minuut hebben ze dat echt waargemaakt. We hebben de hele verdieping, denk ik. De hele verdieping? Ja, staat het erop. Second floor. Zo, hé. Hey. Dat is een grote kamer. Wat deed je net, Ed? Living room. Oh, hier is mijn kantoor. Vliegenmepper. En dan hebben we hier nog een badkamer. Nou, dat ziet er allemaal puik uit. En voor het eerst volgens mij dat er een soort scheiding is. Meestal hebben de badkamers in het land geen afscheiding. Nice. Super goed. Licht. Niet normaal. We hebben zojuist een klein rondje rondom het hotel gelopen en besloten om toch maar in het hotel te eten. En daar zagen we dat op de televisie de wedstrijd Vietnam-Myanmar aan de gang is, vrouwenvoetbal. Het schijnt de semifinale te zijn. 2-2 is de stand op dit moment. Myanmar heeft zojuist 3-2 gescoord door een penalty. Er staat een 3-3. Wij gaan lekker eten. Benieuwd hoe de wedstrijd afloopt. Dat worden penalties. There's a long way to go and the way might be very, very hard. So please stand by.